Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een nieuwe aflevering van Q-Time. En ik vertel jullie iedere keer dat je met je Q-Time zoveel verschillende dingen kan doen. Dus waarom zou je niet gaan naar de GCI Suriname Leadership Academy 2024? Nou, dat kan. En vandaag zijn Malcolm en Lucien bij mij in de studio. En ze gaan me er alles over vertellen. Zo, blijf kijken. What we need is a little Q-Time. Hi Malcolm, hi Lucien. Hi. Hoe gaat het met jullie beiden? Prima, hè? Ook bij mij prima. Dat is goed, want jullie zijn bezig geweest weer, want er komt een nieuwe editie aan van de Leadership Academy. Klopt, hè? Klopt. Misschien kunnen jullie me een van jullie of samen in de nutshell vertellen wat het precies inhoudt en wat er dit jaar gaat gebeuren. Ja, dus de Suriname Leadership Academy is eigenlijk een programma van GCI Suriname. Het is een all-inclusive event, een tweedaagse event, waarbij er verschillende keynote-sprekers en trainers worden uitgenodigd om de participanten dus kennis bij te brengen en tools bij te brengen hoe een betere leider te zijn. Misschien wel, ik kan niet Lucien alleen zeggen, misschien wel meneer Lucien. Sorry, I can't do it. Oké. Voor de duidelijkheid, ik ben geen deel van JCI. Mm-hmm. Ik ben slechts één van de trainers die op de tweede dag 3 topics gaat behandelen. Mm. En die topics hebben allemaal te maken met leiderschap. 3 verschillende, zeg maar, niet eens invalshoeken, maar onderdelen. Het eerste onderdeel is effectief leiderschap. Het tweede onderdeel is leiderschap en diversiteit, want het tweede komt de laatste tijd onder de naam inclusiviteit steeds verderop. Mm-hmm. En het laatste is, als je leider speelt, leuk. Maar hoe weet je of je het wel of niet bent? En dan gaan we praten over meetmethodes. Dat zijn de 3 dingen die ik ga verzorgen op de tweede dag. De 3 onderwerpen. Ja, misschien ook goed om aan te geven wat het thema is voor dit jaar. Het thema voor dit jaar is Leadership and Diversity. Mm-hmm. En er zijn dan ook dus 2 subthema's. Mm-hmm. Eerst is Organizational Diversity. Mm-hmm. Building, Sustaining and Valuing Diversity in Organizations. En het tweede, dat gaat over Diversity and Inclusion in Leadership. The Process of Leading and Transforming Diverse Communities. Okay. Spannende topics om te behandelen. Heel spannend. Ja. Voor we verder gaan, van waar dit idee? Want het is, in ons voorgesprek gaf je ons aan dat het al de 7e keer is dat dit wordt georganiseerd. Maar van waar is het idee gestaan dat nu al 7 jaar gewoon weer ieder jaar tot leven komt? Ja, dus JCI is een organisatie van jongeren tussen 18 en 40 jaar. Die vooral gericht is op het ontwikkelen van goede leiders. Dus actieve burgers. Natuurlijk, leiderschap leren niet binnen de schoolbanken. Dus we hebben eigenlijk ingespeeld op de behoeften binnen de samenleving. Om dan eigenlijk dit programma en deze tools dus tijdens dit evenement bij te brengen. Okay. En nu zijn we bij 2024. Waarom hebben jullie dit jaar voor dit thema gekozen? Ja. Dit jaar is er voor dit thema gekozen, omdat het ook een beetje aansluit met het thema dit jaar van GCI Suriname. Mm-hmm. Dat is Diversity is Strength. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Dus we hebben dus het thema van de SLA hebben we dan ook afgestemd op het thema van GCI Suriname. Oké. Okay. Jullie gaven beide aan of de core is dat om betere leiders te maken voor de Surinaamse maatschappij natuurlijk. En als iemand nu thuis zou kijken, want wanneer ben je een leider? Wanneer word je een leider? Wie kan allemaal meedoen? Want als we denken aan leiders, dan moeten we strak in ons pak zitten. En we moeten DRS voor onze naam hebben. Of BBA of MBA. Wie kan allemaal meedoen? Mm-hmm. Want ik voel me ook een leider, maar ja. mag ik meedoen? Ik zal het overlaten aan de professional. Ja, het is een hele mooie vraag, want het blijkt dat in de samenleving er heel veel misvattingen zijn over leiderschap. Veel mensen verwarren leiderschap met leiding geven. En leiderschap en leiding geven hoeven niet hetzelfde te zijn. Veel mensen hebben bijvoorbeeld niet door dat leiderschap begint bij het managen en succesvol leiden van je eigen leven. Met kernwaarden, met een levensvisie, een levensmissie, met doelen, met bepaalde actiestappen, met een bepaald plan. En dus zeggen wij leiderschap
is een beetje breed. Maar leiderschap is in elk geval geen theorie. En je komt heel veel mensen tegen die je heel veel over leiderschap kunnen vertellen. Zelfs hele dagen zitten seminars over leiderschap. En als je naar je woorden luistert, denk je, wauw, wat een leider. Maar als je direct daarna let op zijn gedrag en zijn daden, dan vind je geen van die woorden terug. Dus leiderschap is eigenlijk wat je doet. Ja? Dus leiderschap zeggen wij, walk the talk. Veel mensen kennen de talk. Ze kennen die theorie. Maar in de praktijk zien we het niet terug. Dus, en waarin ik en met de organisatie die ik vertegenwoordig, Leadership Management International, de wereldwijde organisatie, zijn gespecialiseerd in toegepast leiderschap. Hoe pas je het toe? Wat hoor je precies te doen? En het leuke ervan is, iedereen kan het leren. Het gekke, het enige wat een struikelblok kan zijn, is hoe ver is de persoon verwijderd van wat leiderschap nu precies is. Dus hoeveel verbeterpunten zijn er? Naarmate er meer verbeterpunten zijn, is de route langer. En er is ook onwil, want sommige mensen denken of zeggen dat ze leiders zijn, maar ze zijn gewoon weg op zoek naar macht. En macht is geen leiderschap. Vooral politieke figuren denken dat leiderschap is, ik moet macht hebben over de mensen. En die macht maken dat diezelfde mensen waarover ze macht hebben, het uiteindelijk doel van groepsleiderschap, om doelen te bereiken, plannen gerealiseerd te krijgen, wordt niet bereikt. Ain't that the truth? Maar oké, daarvoor zijn jullie er. Want ja, we gaan het door. Er is een optie. Er zijn 2 dagen is er gewoon een heel seminar waar ik kan komen en alle tools, tips en tricks kan meekrijgen. En ook gewoon kan luisteren naar echte leiders die ook wel degelijk leiden en misschien ook zelf leiding geven. Zodat je een glimpse kan krijgen van how it actually should be. Zo, ja. Mijn vraag is wel niet beantwoord. Ik voel mezelf een leider. Mijn 3 buurmeisjes en een grote zus die voelt zichzelf ook een leider. Maar kan zij komen naar het seminar? Wie en wanneer ben ik eligible of mag ik meedoen aan dit seminar? Ja, dus eigenlijk, dus wat je zegt, zodra je eigenlijk affiniteit hebt met leiderschap, of misschien zit je in een leidinggevende positie, met startende ondernemer of wat dan ook, zodra je eigenlijk meer wil leren over leiden en leiderschap, dan ben je welkom. De doelgroep is tussen 18 en 40 jaar, maar natuurlijk mensen iets onder 18 of boven de 40 mogen ook meedoen. Voor we gaan naar wanneer en de prijs, als je jezelf wil investeren, moet je ook wel degelijk iets geven, maar daar komen we straks bij. Ik heb het wel al gezien en er zijn een paar namen die uitschieten als bij de keynote speakers. Zo, misschien kunnen jullie daarvan ook een beetje vertellen wie er allemaal gaat zijn. Ja, dus elke dag is er een keynote spreker. Op de eerste dag hebben we Nikki Morris. Zij is de Vice President for Business Development bij Total Energies. En voor de tweede dag is er Dave van Aarde. Heel onbekend in de samenleving. Hij is een entrepreneur en eigenlijk een 1000-poot. Dus hij zal dan ook eigenlijk inleiden op de trainingen van meneer Naden. Verder hebben we dus ook andere trainers op programma. Mevrouw Inoka Rusland. Zij is International Brand Manager bij de Surinaamse Brouwerij. Verder hebben we ook nog mevrouw Whitney de Reep. Zij is Commercial Affairs Manager bij Datasur. En dan hebben we ook mevrouw Sherida Moorman. Ook heel onbekend in de samenleving. Zij is een Development Economist en founder en CEO van ABIC Consultancy. Verder moet ik ook aangeven, dus er is ook een netwerkborrel op de tweede dag. Dat is eigenlijk meer om het evenement af te sluiten met de participanten. Maar non-participanten zijn natuurlijk ook daarbij welkom. Die gaan geringe bijdragen natuurlijk. Dus daar hebben we ook een keynote spreker, meneer Mark Rivas. Hij is van GoTo. En we zijn ook bezig met een verrassing voor een tweede keynote spreker. Maar dat wil ik nog even geven. Want je moet je registreren. En om uw vraag te beantwoorden, van u voelt zich een leider. En dan zeg ik, als u wil weten wat ik bedoel, of waar we naartoe gaan, dan neem ik, want die ken ik heel goed, neem ik Dave van Aarde. Dave van Aarde gaat je vertellen dat hij van niets is begonnen. En hoe hij stap voor stap, al die dingen die we hier als topics hebben, hoe hij die heeft leren managen,
hoe hij ermee omgaat, hè, hoe hij ermee deelt. Mm-hmm. Hij is eerst begonnen met het beheersen en managen van zijn persoonlijk leven en is later verder gaan uitbreiden. Dus wilt u weten hoe, dan heeft u daar een voorbeeld. Het is geen theorie. Het is wat je doet. Okay. Duidelijker kan het niet. Oké. Okay. Wanneer is het oké? Okay? Het is op 1 en 2 augustus. Yeah. Maar hoeveel kost het? Hoe moet ik me registreren? Waar kan ik me registreren? Tot wanneer kan ik me registreren? Ja, dus heeft de datum al aangegeven op 1 en 2 augustus. Het wordt gehouden te Royal Breeze Hotel. De kosten, de normale fee is $150. Ik zou zeggen, het is geen dure prijs voor deze tijd. Mm-hmm. En ook voor de kwaliteit die je terugkrijgt ervoor. Betalen is tot 17 juli. Eigenlijk de normale prijs mm-hmm. is geldig tot 17 juli. Maar we hebben als organisatie een uitzondering gemaakt om eigenlijk meer mensen in de gelegenheid te stellen. Dus de deadline is dan verruimd naar eind juli. Dus registraties die kunnen via onze Facebookpage, Suriname Leadership Academy. Mm-hmm. En dan kan je dan gewoon dus registreren en dus ook betalen. Nee. Duidelijker kan het niet. Ik denk alle info heb. Nou, als ik naar jullie beiden luister, denk ik dat het een hele mooie opportunity is als je meer inzicht wil krijgen over hoe je beter kan leiden, kan leiding geven, maar ook gewoon je eigen leven kan managen. Want als je daar balans in vindt, dan kan je ook makkelijker overdragen aan anderen. Klopt. En u haalde iets heel belangrijks aan, dat macht hebben je nog je leider maakt en dat leiding geven je ook niet per se je leider maakt. Dus ik denk dat er heel wat informatie hieruit gehaald kan worden voor de young professionals en aan ieder die zich leider vindt of zou willen noemen, hier naartoe zou moeten komen en de knowledge moet halen, because it's important. Ik wil erbij zeggen dat als het om mijn sessies gaat, gaat het niet om knowledge alleen. Mm-hmm. Ze gaan assignments krijgen. De personen die komen gaan op die dag de eerste stappen zetten naar het leren uitoefenen en performen van leiderschap. En eigenlijk ben ik blij met deze gelegenheid om een aantal jongeren te mogen beïnvloeden. Want op dit moment is er wereldwijd een alarm als het gaat om leiderschap. Leiderschapskloof is het grootst dan ooit is geweest. Herhaaldelijk onderzoek in de afgelopen 14 jaar heeft uitgewezen dat 7 op de 10 werknemers hun baas wantrouwt. Ik weet niet waar u werkt. Houdt u van uw baas? Ja. Ja. Nee hoor, ik heb dat op dit moment. Nee hoor, I love you. If you're watching, I think you are amazing. Okay, maar vraag om u heen. U moet vrienden hebben, mensen. Hoeveel van ze hebben respect of vertrouwen in baas? Questionable. En het vervelende is niet alleen de lager, zelfs managers houden niet van hun directeur. Dus zelfs die hogere regionen zie je die dingen nu gebeuren. Dat wil zeggen, de manier waarop wordt geleid sluit niet aan op wat de werknemer zoekt om arbeidssatisfactie, engagement, u kent die woorden, om dat te hebben. En omdat dat niet gebeurt, schreeuwen we allemaal moord en brand, maar verloop van personeel is op dit moment het hoogst. Ja. Moeite om de juiste kandidaten te vinden is het hoogst. Alle organisaties kampen daarmee, maar zijn weinigen die willen bekennen dat de mensen weggaan omdat hun leiderschap niet in orde is. Mm-hmm. Ze willen het niet toegeven. En zolang het niet toegeeft, gaat dit verder. Gaat het verergeren. En het gaat verergeren. Ja, nou, daarvoor zijn jullie er. Mm-hmm. Dus alle leiders die kijken, alle mensen die leiding geven, die kijken, ik zal zeggen, geef je meteen op. Ik wil jullie beiden, meneer Malcolm, meneer Lucien, bedanken voor het komen en alvast heel veel succes wensen met dit 2-daagse seminar dat jullie organiseren. Ik hoop dat het een volle bak wordt, want er is valuable information to be gained. Ja. Dus jullie alvast heel veel succes en bedankt voor het komen naar Q-Time. Ja, dank je. Dank je voor die opportunity. Ja, als het mag. Ja. Dus ik wil ook aangeven is dat het niet alleen gaat dus om kennisverrijking, maar ook om een beetje netwerken. Mm-hmm. Want je hebt natuurlijk young professionals daar. Mm-hmm. Het is ook goed om een beetje te netwerken, vooral bij de netwerkborrel. Mm-hmm. Om ook van elkaar te leren en natuurlijk connecties te maken. En ik wil de bedrijven natuurlijk ook oproepen om hun
werknemers hebt te registreren. Als er een grote groep is, of een ja, grote groep, ja, dan kunnen we dan een speciale prijs voor ze regelen. Ja, opties zijn er. Ja, helemaal. Nog, ja. Nogmaals bedankt. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag waren meneer Malcolm Assin en meneer Lucien Naarden bij ons in de studio. Want op 21 augustus wordt GCI Leadership Academy Suriname 2024 georganiseerd. Dit seminar duurt 2 dagen en alle topics when it comes to leiding geven, leadership, alle tools en kennis die je zou kunnen gebruiken om een betere leider van je leven en leidinggevend of leider op de werkplaats of waar je ook leidt te worden. Nou, dit event is dat helemaal voor jou. Om te registreren ga je naar de Facebookpagina GCI Suriname. De fee vooralsnog is $150, wat dat geen geld is als je gaat investeren in jezelf. Er zijn geweldige keynote speakers. Er is een netwerkborrel. Je kan netwerken met young professionals zoals jou en mij die nu kijkt. Ik zou zeggen, wacht niet langer. Registreer je meteen. Get the knowledge, get your education. Ga netwerken. Because Suriname needs it. Suriname needs you. So ga naar de Facebookpagina en do it. And remember, your time plus my time is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.